De start is gevallen. Paarden zijn gestart en er is een strijd om de leiding. Waarbij aan de binnenzijde heel goed gestart is paard nummer 3 en Mason Lobel. Aan de buitenzijde echter gaat hij een aanval krijgen. Terwijl Joskat een galopade maakt van een aandringende atleet Vredebest. En verderweg in het veld hebben we dan aan de binnenzijde Zwaansdien. Moordend tempo in de beginfase. Anders Lion moet zelfs even passen. Maar dit past natuurlijk wel in het straatje van Anders Lion. Die komt lekker in zijn loop zo dadelijk. En gaat dan mogelijk afrekenen met die paarden die op dit moment een verschrikkelijke jas uit. Vooraan. Daarachter is het dan aan de binnenzijde. Ronald Hauber met de Mace in Derby. Naar tweede spoor gaat heel brutaal Sasa Newport. En achter Sasa Newport volgt dan op een lengte of 10 het paard dat even foutief was. Joskat en nu verwoede pogingen doet om de aansluiting weer te bewerkstelligen. Paarden komen af op de rechte lijn voor de tribune bij het passeren van de finish. Dan nog 2 volledige rondes te gaan en het gaat nog steeds lekker hard hoor. Met atleet Vredebest aan de kop. Op de tweede plaats Amazing Lobel, Zwaansdien. En verderweg dan Anders Lion. Achter Anders Lion is het paard nummer 2 Amazing Derby. Die wordt op een lengte gevolgd door Zaza Newport. En 5 lengte daarachter is het dan Joskat. En zo gaan ze dan door de bocht op weg naar de overzijde van de baan. Paarden krijgen niet de gelegenheid om weer eventjes iets te ondernemen. Want daar zorgt Kurt Roegers aan kop wel voor met zijn nummer 4 atleet Vredebest. Atleet Vredebest, lengte of 2,5 voorsprong. Op de tweede plaats loopt hij nu dat gat weer dicht. Paard nummer 3 Mason Lobel. Dan gaat naar tweede spoor Zwaansdien. En dat past Tesselaar natuurlijk nog mooier. Hij kan erachteraan met Anders Lion. Achter Anders Lion is het dan op dit moment Wim van der Mespel die heel tactisch binnen doorgaat. Zomaar bij Amazing Derby. En achter Amazing Derby dan op grote achterstand Joskat. Kom in de rechte lijn, ronde te gaan. Open strijd nog altijd voor wat betreft die 4 paarden vooraan. Het is aan de binnenzijde paard nummer 4 atleet Vredebest. Aan de buitenzijde de 5. En dat is Zwaansdien. Daarachter dan Anders Lion. Achter Anders Lion aan de binnenzijde. We beginnen nu heel moeilijk te krijgen. Amazing Lobel, die betaalt de tol voor die opening. Zou zo dadelijk dan ook wel eens kunnen gaan gebeuren met atleet Vredebest. Want die heeft natuurlijk ook heel raar meegedaan. Maar die gaat nog altijd sterk doorvechten aan kop van het veld. Aan de buiten zeggen de echter Zwaansdien. Die houdt zwaar druk op de ketel. En Dion Tesselaar die heeft natuurlijk verreweg de mooiste koers van allemaal gehad. En die lijkt klaar voor een ultieme aanval. Daar gaat ook atleet Vredebest. Ook dat was wat duur wat er allemaal gebeurde. En zo blijven er maar 2 paarden over. Waarbij de koploper toch wel een hele sterke indruk maakt. Zwaansdien. Op de tweede plaats, Anders Lion. Die gaat proberen nog aan te sluiten, maar dat blijft bij proberen op dit moment. Want die Zwaansdien die gaat als eerste laatste rechte lijn. En Anders Lion komt aan de buitenkant. Komt wel wat dichterbij, maar lang niet voldoende. En dat betekent dat hier Zwaansdien een klasse apart is. De 5, de 1, de 4 en de 3 voor de 2 voorlopig. Genuldige dames en heren, nummer 5 Zwaansdien, de 5-jarige donkerbruine ruin van Pasing Renka uit Paoladien. Gevolgd door in bezit van de heer Kees Zwaan, paard wordt getraind door Wim Duivenvoorde en ook door hem gereden. Daar is de eigenaar die als eerste zich meldt bij Wim Duivenvoorde na de mooie winst. En er komt ook een mooie bos bloem aan. Maar Wim, wat een fanclub heeft die Zwaansdien. Kan je ze één voor één even voorstellen en ook even zeggen wat de relatie is tot Zwaansdien? Ja, dat is mijn vrouw, dat is mijn schoonzus, dat is mijn dochter. En dat is Anjo, die werkt al jaren, helpt ze me mee overal naartoe. Wat zijn ze enthousiast, man. En dat is de eigenaar. Ja, laten we die ook nog maar even noemen voor het gemak. Oh, sorry hoor. Hey, maar wat was dit ongelooflijk imponerend. Ja, paard is goed. Was de laatste keer ook al goed en hadden we gewoon een beetje pech. Je pech gehad. Heb je nog een mooie koers voor hem met een lucratieve eerste prijs? Er zijn nog een paar bronzen steeks, dus daar gaan we maar een beetje op aan. Je mag er maar 2 winnen, hè? Ja, ik heb er nog maar 1. Mooi, dan kun je er nog eentje winnen. Bloemen dus voor Wim Duiven voor de dames en heren. Wat een mooi paard en wat een mooi paard ook overgehouden. Want gewoon gelopen in de derby met startnummer 16 destijds. Het gokje gewaagd op het grote geld. Dat lukte niet, maar liep wel een prima koers. En dan als 5-jarige hier nog staan. En nu eigenlijk pas op zijn allerbest Zwaansdien. Dat belooft nog heel veel voor de toekomst. Dat is mooi voor de familie Zwaan. Hun Zwaansdien was vandaag de beste. U kunt in de handen voor de man die het momenteel rustig aandoet. Maar niet minder geniet, Wim Duiven voor de. Hij wint met Zwaansdien.